98, 14, 2. Picnic heeft een erg onhandige supermarkt geopend. Waar producten kriskras door elkaar staan. Café naast de ProDent. Dat is een beetje raar. Hier, wat is dit? De Axe Black staat naast de zoetzure saus. Het is dan ook geen gewone supermarkt, maar het nieuwste distributiecentrum van de online supermarkt. Softwaregestuurde shoppers struinen er doorheen. Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat dus die shoppers, dus onze orderpickers, die gaan er door de schappen heen met software op hun arm. En die software zegt dus, je moet nu een komkommer pakken of een krop sla of of honing. En vervolgens scannen ze dat product. Dan zegt de software, dat is het goede product. En dan zegt de software ook, je moet het nu in dat kratje doen. Scan je kratje en dan is het ook het goede kratje. Je scant het item en als hij gewoon doorgaat, dan heb je het goed. En als het niet doorgaat, dan krijg je een blokkade dat het de wrong item is. Ja, dus zo voorkom je dus dat je dus fouten zou kunnen maken. En zo zorg je dus dat je eigenlijk altijd het complete mandje aan de deur hebt. Dit is kokosmelk. De computer heeft de zaak ingedeeld. Zo kan de shopper in één rondje wel 20 mandjes vullen. Dit 1471. Dus alles is bij ons software gedreven. Dus je kijkt heel goed welke producten worden het vaakst verkocht. Welke producten zijn het zwaarst. De volgorde van het pikken laat je niet afhangen van wat de klant wil, want dat heeft hij al in de app gedaan. Maar hier heb je meer te maken, hoe kan je zo efficiënt mogelijk zorgen dat je dat mandje compleet maakt. Nog iets om te zorgen dat shoppers geen fouten maken, is dat vergelijkbare producten juist niet naast elkaar staan. De logica zit eigenlijk in de slimheid van het pikken. En bijvoorbeeld als je 20 soorten thee hebt en die zet je allemaal naast elkaar, zou je heel makkelijk kunnen vergissen. Terwijl als je één soort thee hebt en daarnaast staat shampoo en aan de andere kant staan scheermesjes, dan weet je precies welke je moet hebben. Dit derde distributiecentrum van Picnic, met hier de koelafdeling, gaat open omdat het bedrijf in maart ook gaat bezorgen in delen van Amsterdam. Over een half jaar moet dit hier volledig benut zijn. Nou, dan werken hier zo'n 500 mensen. We gaan naar minimaal 10.000 bestellingen per dag. Dus elke klant heeft een paar kratten. Dus dat zijn 50.000 tasjes die zeg maar hier elke dag uit gaan komen. En dat betekent eigenlijk dat als Amsterdam verder gaat groeien, we meer wijken openen, behalve alleen Watergasmeer en De Pijp enzovoorts, dat we ook naar het westen van Amsterdam gaan, dan gaat dat allemaal vanuit Diemen worden verzameld.